Raymond, ik kan me voorstellen dat jij met een ander gevoel aan de kersttafel hebt gezeten. Hoe waren die feestdagen? Ja, de feestdagen waren eigenlijk wel erg goed. Samen met mijn zoon en mijn vrouw. En, het was wel anders inderdaad, doordat Jurgen zijn vertrek aankondigde. Dus dat was wel anders. Maar het familiaire bleef gewoon intact. Dus dat was gewoon prima. Hoe zijn de eerste trainingen van 2023 gegaan? Ja, top. Vanaf afgelopen maandag hebben we gelijk ingestoken op de zin van dit zijn de veranderingen. Ja, en het is zoals het is. Maar we moeten wedstrijden gaan winnen. Dus ja, zo zijn we vertrokken. En ik moet ook eerlijk zeggen dat ik in de groep ook wel merk van dat men meegaat in dat proces. Dus ja. Ja, zo is het verlopen. Niek, feestdagen zitten erop. Was het lekker om er even tussenuit te zijn? Ja, zeker. Zeker was fijn om even met de familie te zijn. En om even je hoofd leeg te maken. En om in 2023 volle bak te gaan. Je bent ondertussen 2,5 jaar bij Roda. Die hele periode was onder Jurgen Streppel. Ja, Streppel is er ondertussen niet meer. Merk je een verschil? Nou ja, dat was natuurlijk even wennen. Wat je zegt, hij heeft 2,5 jaar voor de groep gestaan. En dat is nu niet meer, dus dat is wel wennen. Maar ja, dat is ook de voetballerij, hè. Dus dan kun je niet hebben bij stilgestaan en besproken met z'n allen. En daarna weer door en visie op Willem II. Nou, ik denk dat wij gewoon doorgaan op de, met de doelstellingen die wij in de eerste seizoen zelf ook hebben gesteld. En wat dat betreft verandert daar niet heel veel aan, want de groep blijft nog steeds hetzelfde en iedereen denkt er ook nog steeds hetzelfde over. Dus wat dat betreft zijn er niet heel veel veranderingen. Het is niet anders dan anders. Kijk, je bent ondersteunend en je bent je wilt dynamiek leveren aan de groep. Ja, en daar ben je mee bezig. Dus jullie gaan niet specifiek grote dingen anders doen nu? Nee, dat zal wel heel erg raar zijn als inderdaad de hoofdtrainers overtrekken en dat wij als assistenten nu in één keer andere dingen zouden gaan verkopen. Dan heb je jezelf volgens mij 2,5 jaar lang voor de gek gehouden. Dus nee, wij gaan geen andere rare dingen doen. Wij gaan volle bak naar voren met veel energie. En, we proberen aan de bal gewoon dominant te zijn. Voor de feestdagen was je niet helemaal fit. Hoe is het nu met je? Ja, gelukkig hebben we natuurlijk de winterstop gehad. Dus dat heeft mijn blessure ook wel goed gedaan. Dus ik train nu weer volledig mee. En ik ben gelukkig weer fit. Niels Reuzeler deed weer de gehele training mee. Is iedereen fit voor morgen? We hebben heel de selectie compleet. Dus dat is gelijk ook een mooie. Als je dan eindverantwoordelijk bent en je gelijk keuze moet maken. Wat verwacht je van morgen? Ja, ik verwacht een leuke pot. Ze hebben natuurlijk vaak een vol stadion. Dus dat zullen we wel te horen krijgen. En ik denk dat wij gewoon deze week een goede trainingsweek hebben gedraaid. Met in principe nog iedereen die hetzelfde is. Dus we hebben wel weer een soort van hernieuwde energie. Of toch weer een beetje opgeladen na de winterperiode. Dus ik verwacht dat wij gewoon volle bak er tegenaan klappen. Zoveel mogelijk te pakken natuurlijk. Weer omhoog kijken en de mindere reeks die we aan het einde hebben gehad, willen we doorbreken. En dan vol groei moeten richting de playoffs gaan. Tot slot, wat verwacht je van de wedstrijd? Overwinning? Duidelijk.